Dat is ook iets waar we naar moeten gaan kijken. Daar ligt ook een initiatiefwetsvoorstel voor. Bijvoorbeeld maak bij elke organisatie hè, verplicht een vertrouwenspersoon... die ook scholing heeft. Maar ook daar geldt weer voor... die moet dan wel een beetje doorzettingsmacht hebben. Dus er zijn een heleboel regeldingen, noem ik dat maar even... die we kunnen verbeteren. Zou er ook wetgeving moeten komen? Ja, bijvoorbeeld bij die vertrouwenspersonen, denk ik wel. En ja. bij die bureaus? Dat... Dat, dat vind ik nog een beetje te vroeg om te zeggen hoe moet je dat precies moet doen. Maar ik kan, zou me kunnen voorstellen dat je na zo'n kader dat, je daar, dat wel vast mag leggen. Nou, een, een van de dingen waar het vaak op vastloopt, wat we bij Volt ook zagen... is, daar zei het onderzoeksbureau tegen mij... een van de dingen waarom we het onderzoek niet kunnen publiceren is... we willen altijd wederhoor gedaan hebben. Ja. Als iemand gewoon zegt, ja, ik werk niet mee naar het onderzoek dat over mij gedaan wordt... dan is er geen wederhoor, komt nee. het rapport nooit naar buiten. Nee, precies. Vindt u dat als er geen wederhoor is geweest... dat dan het rapport altijd in de kluis moet blijven? Ja, Maar je, je hebt weinig aan een onderzoek als er geen wederhoor is. Dus daarom zeg ik bij de Voice: hebben we echt een giga-probleem? Uh, wat die advocaat van de week vertelde: dat de slachtoffers zeggen wij vertrouwen het onderzoek niet. Ja, ja, wat is de oplossing daarvoor dan? Nou, in ieder geval zorgen dat er zodanig onderzoek komt dat die slachtoffers mee willen doen. Ja, via het Openbaar Ministerie dan misschien? Wel. Nou, dat kan op allerlei manieren. Het, ik zou beginnen laten. Dus ik begrijp dat hier het probleem is dat u überhaupt nog niet eens met de slachtoffers goed is gesproken. Dus daar zou ik maar eens mee beginnen. Ja. Nou, hebben we het hier over cultuur?